En ondertussen is Mohamed... Oh, hier zie je hem nog een keertje. Kijk even mee, Mohamed. Van Weert hier, die eigenlijk ook nog wel die derde op zijn slof had, maar niet maakt. En dat is lekker voor jullie, dat uiteindelijk een puntje. Jij dacht, ik blijf gewoon zo staan, geen jasje aan? Ja, eigenlijk wel. Nee, ik moest even snel voor de camera, maar het is ijskoud. Dan houden we het lekker kort. Jullie komen op een 2-0 voorsprong. Eigenlijk is er niks aan de hand dan? Nee, er was niks aan de hand. Je geeft een hele makkelijke goal weg, denk ik, in de eerste helft. Ik vond het sowieso een beetje een rare wedstrijd met al die sneeuw in de eerste helft. En de tweede helft, deze wedstrijd mag je niet weggeven, vind ik. En dat doen we dan toch wel. En met die rode kaart. Ik denk dat het geen rode kaart was, maar dan moet ik nog even goed terugkijken. Ja, wij hebben hem al teruggezien en het was wel een rode kaart. Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij het denkt, omdat je hem nog niet gezien hebt inderdaad. Nee, ik heb hem nog niet teruggezien. Voor mij, ik stond precies achter Adil en hij legt misschien wel zijn hand heel licht op zijn schouder. Dan is het zo, ja. Ja, en dan is het alle hens aan dek, want dan sta je dus met een man minder. En dan kan je dan uiteindelijk toch een beetje tevreden zijn met dat gelijke spel? Ja, dat denk ik wel. Dat was toen alleen maar tegenhouden. En dan hoop je dat het een keer goed valt. Ja, dat viel die niet en dan is het alleen maar tegenhouden. En puntje. Mooi voor ons. Maar ik vond dat we in de eerste helft, die 2-0 mag je nooit meer weggeven, denk ik. Helemaal gelijk en ik ga je lekker met rust laten. Ga gauw naar binnen, want het is koud. Goed, we gaan terug naar de studio, want er staan nog een aantal hele...